Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Eefje Beleef Je. Zoals jullie weten zijn onze paarden onlangs verhuisd naar een nieuwe stal. Deze stal heet de Orca Ruiters. In deze video wil ik jullie meenemen op een staltour en alles over deze stal vertellen en laten zien. Zijn jullie nou benieuwd? Blijf dan kijken! Hey. Ja, blijf door Rob! Ja hoor! Ja hoor! Vereniging de Orca Ruiters ligt naast het dorp Urk aan de Staatweg 17, naast het speelbos, gevestigd aan het bos en naast de moestuintjes. De weilanden liggen direct aan de voorzijde naast de openbare weg. En dat is eigenlijk heel fijn, want ze worden de paarden lekker verkeersmak. We hebben hele grote weilanden. Maar de weilanden zijn opverdeeld in kleinere weilanden, zodat de paarden veilig, maar toch in groepjes kunnen blijven wonen. Dit is de oprijlaan naar de stal. Als we op de oprijlaan lopen, komen we gelijk het bordje ruiterpad tegen. Dat zien we hier. Want je kan dus gelijk vanaf de oprijlaan zo, hoppakee, het ruiterpad op, het bos in. Op het parkeerterrein is voldoende plek voor meerdere auto's. Maar kom je nou echt met een trailer en wil je het terrein op, is daar achter het hek ook de mogelijkheid voor. En dan zijn we al aangekomen bij de ingang van stal. En als we hier binnenkomen, dan ga ik altijd even wat zachter praten. Want hier is het heel hoog en klinkt het heel hol. Maar nou, gelijk met de deur in huis vallen. De toiletten. Die zijn gelijk als je binnenkomt. En daarna is er gelijk een trap naar boven. En eigenlijk is dit de kantine, maar de kantine is niet zo vaak open. Alleen op wedstrijden of als er bijvoorbeeld activiteiten zijn, bingo of wat dan ook. Het is daar heel gezellig, maar ik kan het jullie dus niet laten zien. Misschien komt het later nog eens een keertje als de kantine open is met een bingo of zo. Maar vervolgens lopen we gelijk door. En hier klinkt het al wat minder hol. En zien jullie hier gelijk de eerste wasplek. En ik draai jullie even om, want dan zien jullie ook gelijk een rij met stallen. Een rij met stallen en die rij met stallen loopt helemaal door tot aan het einde. Als we hier langs gaan, dan zien jullie iets heel bekends. Want daar staat onze kar, onze menwagen met het mentuig. Hier kunnen we vlas kopen en zaagsel en voer, alles wat we nodig hebben. En hier staan de balen voordroog, die we zo kunnen pakken. Dan draaien we weer om. En hier zien jullie de hele fijne binnenbak. Die hebben jullie wel vaker gezien, want jullie hebben mij volgens mij er al in zien rijden. Petra er al in zien rijden en Evina er al in zien rijden. En nu is er ook iemand bezig met opstappen op zijn pony. Dus die gaan we lekker niet in beeld brengen. Maar wat we wel in beeld kunnen brengen is de stal van Vive. Want daar loop ik nu naartoe. En nog een paar stalletjes verder. Vive staat in de 1, 2, 3, in de vierde stal van deze rij. En deze is het. En let maar even niet op de poep, want ik heb nog niks gedaan. Hier staat lekker een nieuw pak vlas. Zoals ze altijd al gewend is. Dit is haar stal. En ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Gewoon een gewone stal. En Evina heeft ook zo'n kast zoals jullie hier op de achtergrond zien. Waar haar zadel en spulletjes in liggen. En zij gaat dan haar hooi hier klaarleggen. Met haar voer. En daar staat ook een poetskist. En dan wordt dat elke ochtend. En elke avond wordt er gevoerd en wij voeren zelf tussendoor. Dan lopen we nu gelijk naar buiten. Hier gelijk als we naar buiten lopen zien jullie heel veel kruiwagens. Maar dat moet ook wel. Met zoveel paarden. Hier is een helling, daar kan je op. En dan kan je zo, hoppakee, je mestwagen legen. Ik loop er even met jullie naartoe. Om jullie ook een beetje een beeld te krijgen van hoeveel mest hier wel niet ligt. Vanaf hier hebben we een mooi zicht over het terrein eigenlijk. Daar zie je dus de binnenbaan waar we net uitkwamen met de kruiwagens. En hier zien jullie de paddocks. Lodi en Vive staan op dit moment nog buiten op de wei.
Dus niet in de paddock. Maar deze eerste paddock, die grote, die is van Lodi en Vive. Daar mogen ze samen in staan. En dan zien jullie daar die stal. En daar zat Lodi in. Terwijl ik naar beneden loop, kan ik jullie het een en ander vertellen. Namelijk, de Orca Ruiters heeft 50 stallen. Er is hier dus plek voor 50 paarden. En bijna al die 50 stallen zijn gevuld op dit moment. Voordat ik met jullie naar die stal ga, waar dus Lodi en de Shetlanders in staan, ga ik jullie eerst laten zien waar de Shetlanders wonen. Polly werd dus net door een van de verzorgers uit het weilandje gehaald, dus die zullen jullie hier niet zien. Maar wie jullie hier wel zien is Naira. En die is dus samen met een andere Shetlander, dus heeft nog een Shetlander vriendinnetje. Bailey heet die pony en dat is een zwarte Shetlander. Ik ga jullie weer omdraaien, zodat jullie het even leuk kunnen zien. Dit is het hek. En in principe staan ze dus op dit grote stuk. Het is best wel een groot stuk hoor. Voor de Shetlanders en in principe mogen ze hier ook wel lopen, maar hier is het hek weggehaald voor de brandveiligheid. Dus we gaan nog eens even kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen verzinnen, zodat ze ook dit voorste stukje nog op kunnen staan. Nou, het hekje hebben we hier met een touwtje een beetje dichtgeknoopt. Hier staan de waterbakken en er staat nog een paal waar we nog van alles mee willen gaan doen. Zoals jullie van ons gewend zijn, zitten wij altijd boordevol met ideeën. Ik ga er nu even zo tussendoor. Wij zitten altijd boordevol met ideeën, dus ik heb ook al het idee om van deze paal bijvoorbeeld een schuurpaal te maken, om bezems eraan te maken. En ik heb nog allemaal meer ideeën voor dit weilandje en ik denk dat het ook allemaal wel mag. We mogen er natuurlijk geen grote verbouwingen doen of zo, maar... En dit weilandje heeft nog een verborgen plek. Want het is namelijk zo, ik ben nu naar de achterkant van het weidje gelopen. En hier is trouwens voldoende schaduw, want er zijn allemaal bomen die overhangen. En ja, het is dus best wel een leuke ruimte zo voor de Shetlanders. Maar hier om het hoekje, tada, zit nog een heel groot stuk. Komt Naira al aan, want die denkt al, ah, daar is Marielle. Hey Naira. Hallo schat. Hey. Wat doe je? Wat doe je? Hi, vind je het leuk hier? Vind je het leuk hier? En dit is dus de verborgen plek. Ik zal ook even een stukje gaan lopen. Kunnen jullie ook een beetje zien hoe groot het hier is? Naira denkt dat het hekje open staat en die wil heel graag echt de Polly aan. Dit is Bailey, de andere Shetlander. En dit weidje gaat dus helemaal naar de parkeerterrein die jullie in het begin van de video hebben gezien. Hi Bailey! Vermaak je een beetje? En jongens, je wil niet weten, maar de paarden staan hier nu net een week op. En ze hebben het gewoon allemaal opgegeten. Allemaal opgegeten! Shetlanders kunnen dat wel, hè? Ik ga eens even kijken wat Naira aan het doen is. Want die... is lekker aan het hinneken naar Polly natuurlijk. Hé, hey, wat doe je? Ja, jouw verzorgertje komt zo. Jouw verzorgertje komt zo. Hé, hey, zal ik een mooie foto van jou maken? Maar ik moet verder. Ja, ik ga verder, want dan zal ik alle kindjes thuis nog verder een staltour geven. En ik moet een beetje opschieten, want deze video gaat anders veel te lang duren, Naira. Nou, dag hoor. Naira wil met mij mee. Ga je met mij meelopen? Zie je? Ze wil gewoon met me mee. Maar dat kan niet. Ik ga gauw verder op deze stal toe. Aan de kant jij. Oh, kijk er nou eens zielig staan. Ze wilde zo graag mee. Oké. Ik moet nu weer helemaal daarheen lopen. Dus ik zie jullie straks aan die kant. Voilà, en nu ben ik aan de andere kant. Hier zijn dus de stallen met luikjes. En als we voorbij de stallen lopen, moet ik altijd even kijken of er geen mensen lopen, hè. Dan hebben we hier nog meer paddocks. Waar nog meer paarden staan. En dat kleine paddockje daar, die is in principe ook voor de Shetlanders.
als ze dus even niet daar op hun wei kunnen, dan... Ja, die wei is daar. Oh, schattig. Dat is moeder en zoon die jullie horen. Dan mogen ze dus daar in de zandpaddock. En hier zijn dus ook allemaal nog paddocks helemaal tot er achteraan. En erachteraan zijn ook nog allemaal weilanden. Maar dat brengt ons gelijk op het volgende. Hier is de ingang van de stal. En dan gaan we even naar binnen. Er zijn heel veel kinderen hier altijd. En die kinderen die roepen ook altijd heel hard. En dat hoor je dan weer op de camera en zo. Toch? Ja. Nou, even kijken, want dan komen we gelijk hier bij stal 10. Stal 10, en dat is Lodi's stal. En Lodi woont hier. En ook hier heb ik nog helemaal niets gedaan. Dus hier ligt ook nog lekker poep in de stal. Maar ook weer een nieuw pakvlas voor lekker erop. En Lodi heeft zo een haakje in zijn stal, wat ze mooi netjes aan kunnen hangen. Een mooie tekenrek, wat van alles aan kan hangen. En hier nog een rekje. Waar ik allemaal spulletjes aanhang die ik nodig heb. En een kast met de slot erop. Dan lopen we gelijk even een stukje verder. Want dan zal ik jullie ook gelijk even de Shetlanderstal laten zien. Dat is weer helemaal aan de andere kant van de stal. Dus heel veel kinderen hier. Inmiddels is de school uit. Dus het gaat hier nu echt vol stromen met kinderen. Hartstikke gezellig. Evina heeft heel veel vriendinnetjes hier. Moet ik weer even uitkijken dat ik niet al die kindjes op de film zet. Hier is de stal van Polly en Naira. En hier staan ze dus gezellig samen in. Hier hebben we lekker spulletjes voor ze liggen. Die bakken zijn de hooibakken van ze. En natuurlijk heeft Polly gewoon haar eigen voer meegenomen. Senioris Pioris. En ik heb hier een mooie lijst. Dat is Polly met alles wat ze nodig heeft. En Naira met alles wat ze nodig heeft. Want Polly en Naira hebben nu verzorgers. En die komen lekker elke dag om Polly te verzorgen. En Naira. En dan lopen we gelijk even verder. Deze stal heeft... ik weet niet eens hoeveel stallen deze stal heeft. Heel veel stallen zoals jullie zien. Lekker overblik weer. Heel veel stallen in een rij. En hier is... De wasplaats zijn twee wasplaatsen naast elkaar. Dan lopen we hier alweer de stal uit. Daar zien jullie weer die mestbak die jullie net zagen. En ik loop hier even het hoekje om. Zodat ik weer aan de andere kant van deze stal uitkom. En het is wel leuk om te vertellen. Want deze stal die jullie hier zien, die is niet meer in gebruik. Of tenminste, hij wordt nog wel gebruikt. Maar niet meer om paarden in te stallen. Het is namelijk zo dat in... 1978, zeg ik even uit mijn hoofd, is de vereniging de Orkenruiters opgericht. Dus toen ik nog een klein meisje was, ik ben in 1986 geboren, toen bestond de vereniging de Orkenruiters dus al. Maar ik weet nog heel goed dat ik hier als klein meisje kwam. En toen stonden de paarden dus in deze stal. Dat is echt al heel lang geleden. Maar in die schuur is het dus ongeveer allemaal begonnen. En die is nu dus niet meer vertrouwd om paarden in te huisvesten. Maar er staat nu wel de trekker in en indenismateriaal en allerlei materiaal om het gras te maaien. Om voor de afrastering van alles en nog wat. En hier zijn dus ook weer weilandjes. En we komen hier onze harde longeercirkel tegen. Deze longeercirkel is vooral fijn als je paard een blessure heeft en hij alleen op het harde mag lopen. Hij is heerlijk groot. En ik heb er nog met Lodi nog niet in geweest, maar met de Shetlanders al wel. Om met de verzorgertjes lekker te trainen. En dan kan ik ze toch even loslaten, maar zijn ze toch wat kleiner dan in zo'n hele grote binnen- of buitenbak. En het is helemaal omheind zoals je ziet. Het is echt een cirkel. Dus kan je altijd ingrijpen als het nodig is. Er is ook een zandlongeercirkel met een zandbodem. Die is ook weer heerlijk groot. En hier heb ik al wel met Lodi in gewerkt. Met Vive nog niet, dacht ik. Nee, met Vive nog niet. En voor de Shetlanders is deze bodem een beetje te zwaar, vind ik zelf. Nou, hierachter zie je dus nog weilanden, maar ook de rand van het bos. Het is heel mooi eigenlijk om te zien.
Want hierachter is dus helemaal het bos waar we altijd heerlijk in kunnen rijden. Nou, nu lopen we weer even een stukje verder naar de parkeerplekken van de trailers. Die zien jullie daar ook. En er staat ook nog een paar ponnetjes en kleine paddockjes. Ik kom zo weer bij jullie terug. Hier is plek om je trailer neer te zetten. En er staan dus ook aardig wat trailers op een rijtje. En dan is hier de buitenrijbaan. Die is echt heel erg mooi. En er zijn onlangs nieuw boompjes omheen geplaatst. Zodat er een hele mooie afscheiding is. En het weer veilig is. Er zijn ook prachtige juryhokjes. Dus als er een wedstrijd is, dan zit de jury daar in een hokje. En kan hem mooi beoordelen. Over dit pad kan je achter de buitenbaan om. En dan kom je langs een stukje weilanden. En dan daar in de verte zien we de springtuin. Ik ga even proberen in te zoomen naar naartoe. Daar is de springtuin, daar ga ik niet naartoe lopen. Maar als je achter de springtuin langs loopt, kan je ook zo weer het bos in. Hé, hey, wie is daar? Daar zou je Vina hebben. Nou, ga je alvast aan de klusjes beginnen? Ja, maar moeten we niet eerst de paarden van het weiland afpakken? Oh, dat is ook een goeie. Dat gaan we eerst even doen. Wij hebben de halstertouwen gepakt, dus wij kunnen de paarden even van het weiland afhalen. Maar ondertussen lopen we ook langs de keet. Het is een drukte van je welste hier. Maar langs de keet. Hier is het altijd super gezellig. En kan je altijd wat lekkers kopen, wat drinken kopen. En een ijsje soms ook. Het is een hartstikke gezellig terrasje. Er zitten altijd mensen te kletsen. En de Orca Ruiters, de vereniging, telt meer dan 100 leden. Dus altijd wat te doen hier. Hier is ook een gezellig terras voor als je naar iemand wil kijken die in de buitenbaan rijdt. En dan lopen we zo. Hier is ook nog een terrasje, maar er staan geen stoelen meer. En dan lopen we zo het pad naar de weilanden op. Het is best een flink stukje lopen. Dus ik denk niet dat ik jullie helemaal meeneem naar achteren, naar al vloggend. Want het pad is ook best wel mul. En dan raak ik buiten adem, denk ik. Maar misschien kan jij nog wat vertellen over deze stal, Evina? Ja, het is super gezellig, altijd. En er is altijd wel wat te beleven. En er zijn ook heel veel kinderen van mijn leeftijd. Dus ja, dus we doen lekker veel dingen samen en zo. En het is gewoon echt heel erg gezellig. Ja, en ik zag ook dat jullie wat in de buitencirkels deden. Die hebben jullie net gezien. Dat waren die longeercirkels, zeg maar. Ja. Wat doen jullie daar? Nou, daar bouwen we dus van allemaal materialen hindernisjes. En dan gaan we daar met de stokpaardjes overheen. Zouden jullie het misschien leuk vinden om ook eens te zien iets met stokpaardjes? Volgens mij hebben ze binnenkort ook een stokpaardjeswedstrijd. Volgens mij ook, ja. Julia, die zei dat zij mocht helpen. Oké. En misschien vinden jullie dat ook leuk om te zien. Laat het gewoon even weten in de reacties. En inmiddels zijn wij bij de springtuin aangekomen. Ik kan hem even, we staan nu dus midden op de weilanden. Er zijn allemaal mensen aan het uitmesten. En achterop zie je de moestuintjes. Maar hier is dus de springtuin van de andere kant. En dan moeten wij dus helemaal achterlangs lopen. Een inimini paardje. Oh. Hé, hey, we komen eraan. Als enige staan ze nog op het weiland, hè? Als enige nog? Ja, volgens mij wel. Daarom zitten ze zo te kijken. Iedereen is hier weg. Ja, we komen jullie ophalen hoor, jongens. Oké, jongens, wij gaan aan de terugreis beginnen. En Lodi heeft heel veel last van de muggen. Dus ik moet mijn aandacht er even bij houden. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Nu weten jullie alles over onze stal en hoe onze paardjes nu wonen. Tot de volgende vlog!